U volgt ook de cursus? Ja, voor het eerste jaar. En is het een beetje leuk om te doen? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Anders zou ik hier ook niet zitten. Dus daarom, ik ben heel erg enthousiast. En wie bent u het namaken? Mijn dochter, die ligt daar. En binnen in het museum heb ik het hoofd van mijn zoon gemaakt. Oh, dus je bent daar, u heeft dadelijk over een paar jaar allemaal hoofden in het hele huis staan? Nee, want ik ben nu een dikke vrouw aan het maken. Zo'n Rubensvrouw, want dan ben ik wel klaar met hoofden. Ik moet jouw smeden opbouwen. Ja, vorming. Komt vorming. Dat is de meester die dat heeft gedaan. Ja, maar... Met de knaap die kan. Kan je zien dat je dat in je handen moet hebben, hè? Nou, dan kan je dat nou leren. Goedemorgen, dames en heren. Net op het slechtste moment van de dag gaat het beginnen, de opening van de tentoonstelling. Ik heet heel erg van harte welkom Wieteke van Dort. Het is geweldig dat zij er vandaag is. Ze is verschrikkelijk druk altijd, maar ze is toch bereid geweest om hier bij ons de opening te verrichten vandaag. Geweldig. Ik heb de expositie binnen gezien en ik vind het niveau heel hoog. Je kan echt zien dat er een aantal leden van uw vereniging al jaren op les zijn. Het is echt heel, heel erg mooi. En ik wil iedereen ook een riem onder het hart steken. Dat op een gegeven moment, dan heb je wel eens, ik wil schilderen, maar je hebt geen zin naar de natuur te werken. Je hebt ook geen zin om mensen te portretteren of zo. Werk gewoon abstract. Want het feit dat je iets doet, is het heerlijkst van allemaal. En dan zie je wel dat zich onder je handen kleuren mengen. En je moet gewoon, als je eenmaal begint, gewoon doorgaan. Nou. Ja. Nou, ik sta hier bij een kunstenares, die staat hier ook bij deze gezellige dag. U heeft iets met het Koningshuis, kunt u daar iets over vertellen? Nou, niet direct iets met het Koningshuis, maar ik dacht omdat het natuurlijk maandag Koningsdag is. Ik denk dan doen we Beatrix en Alexander en Maxima in de aanbieding vandaag. Dus je kan vandaag een bod doen op een van de twee schilderijen en dan is het hier voor... Ja, inderdaad. En waar haalt u inspiratie vandaan? Want die gaat alle kanten op, zie je. Ja, ik ga inderdaad alle kanten op. Maar meestal toch wel dieren, de natuur. Dat vind ik wel het mooiste om te schilderen. Inderdaad, ja. En u neemt ook niet de makkelijkste route, want u neemt uit een speciale ooghoek, zeg maar. Ja, inderdaad. Het kan van onderaf zijn, zoals u ziet inderdaad. Maar daarnaast vind ik ook muurschilderingen maken heel erg leuk. En dat, ja, daar heb ik het op het moment nogal druk mee. Dus dat vind ik eigenlijk een van de leukere dingen ook. Ja, en ook in de opdracht doe ik schilderijen maken, portretten. Maar dat kunnen ook huisdieren zijn. Dus eigenlijk inderdaad van alles. Hallo. Ik kom even je kunst afkijken. Ja, het is niet eens mijn kunst, maar van een vriendin van me. Okay. Nee, maar waar het eigenlijk om gaat zijn onze klokken. Maar die andere dingetjes zijn gewoon dingetjes die we ook hebben gemaakt. Ja. Het levert het zakgeld op voor de winning. Als je deze wil onthullen, want dit is het schilderij wat uitbeeldt jouw vrolijkheid en humor
en het feit dat wij een schilder museumclub zijn. Dus hier is de kunstmarkt geopend. En wie is de artiest? Ja, ik heb het geschilderd. Maar het moest lijken op jou, maar goed. Het is echt lekker. Komt goed in de buurt, hoor. Lekker jook. Ja, precies. Moet er geen hand in? Nee, dank u wel. Nee, hè? Niet anders. Als op het flatseplein de lichte sterren branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje, lieve schat. Zo warm in haar en ik lachen. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan is het gezellig op het asfalt in de stad. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat is Louise? Je zult met tapijten je nagels verslijten. Wat is Louise? Hou met tapijten op, anders heb jij een strop. Je kleine vingertjes zijn toch geen looies, lieve kop. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat?